We lopen een rondje door het landgoed en we beginnen bij de ingang aan de Duinbeekseweg. Deze wandeling duurt ongeveer een uur. Deze bomenwandeling gaat over hout, houtproductie. En het doel van dit landgoed Berkenbos was houtproductie. En naast allerlei prachtige bomen gaan we historische vormen van houtproductie zien. Hakhout, overstaanders en knotbomen. Berkenbos is aangelegd in het begin van de 18e eeuw en is dus ongeveer 200 jaar oud. Dit is echt een bijzondere plek. Het landgoed ligt aan de binnenkant van de duinen en het ligt hier zo hoog dat het in de Tweede Wereldoorlog niet overstroomd is. En er staan dus oude bomen. Ik sta nu bij een van de historische vormen van houtproductie. Dit is een hakhoutboom en het bijzondere is dat hier op Berkenbos esdoorns ook als hakhout zijn gebruikt. Maar wat is hakhout? Hakhout is dat je de boom omzaagt net boven de grond en door het herstellend vermogen van de boom komen er steeds nieuwe takken. En die worden dan weer afgezaagd en daardoor wordt die stam van die boom zo grillig. En wat je nu ziet zijn eigenlijk veel te dikke takken. Vroeger werden die takken om de paar jaar van de stam afgezaagd en waren ze dus veel kleiner, veel smaller. In dit bos zie je soms alleenstaande, dikke, meestal eiken, bomen. En dat is een overstaander. Een overstaander is bedoeld voor de houtproductie. De overstaander was bedoeld voor de productie van zaad, voor beschutting van de aanplant en voor timmerhout, voor het maken van planken. Dit is een overstaander en die dikke eik daar. Dat is er ook één. En dit is een knotboom. Nou, dat ziet er niet uit zoals een knotwillig, die we allemaal wel kennen. En er zijn twee dingen bijzonder aan deze knotboom. En het eerste is dat het een lage knot is. Dus daar waar je bij hakhout hier de takken afzaagt en bij een knotwillig hier ergens, hebben ze hier besloten om dat op deze hoogte te doen. En het tweede bijzondere is, het is een iep. We wandelen terug door de prachtige beukenlaan van landgoed Berkenbos.